Wil jij snel, goedkoop en betrouwbaar coins kopen op welk platform dan ook? Ga dan naar fifacoinsnl.com en gebruik de code LUCKYGRAAF voor extra korting. Yo mensen, en welkom bij de allereerste aflevering van de Community Cup. En het is ook echt de allereerste aflevering, want we gaan het wel verspreiden over 7 verschillende kanalen. Maar dit is toch wel echt de eerste. Ik ben hier samen met Matthijs, dat zien jullie waarschijnlijk wel. Ja, hallo mensen. En Matthijs, vertel ons, wie doen er allemaal mee? Want ik weet het allemaal. Ja, naast ons doen ook nog mee Mark, Raoul, Matthias, Koen, Milo en ik vergeet nu volgens mij iemand. Nee, we zijn met 7, nee, toch? Nee, we zijn met 5 en dan jij bent 6, ik ben 7. Ja, dus dit dat zijn helemaal. Ze ja, lekker. Even kort, we hebben allemaal een team of the season mogen kiezen. Dat hebben we gewoon in een call onderling gedaan, boeit voor de rest niet. Hij moest onder de 90 rated zijn en onder de 500k. Ik koos op mijn beurt Herman en Matthijs was een beetje genaaid, want hij mocht pas 7 van de laatste kiezen. En heeft dus een fucking Matic. Op welke positie heb je hem? Ik heb Matic nu op centraal verdedigend middenveld, omdat ik hem het fijnst vind spelen. Oh, ik dacht, je hebt hem in de spits gezet, maar dat toch niet? Nee, dat toch niet. Wat we nou gaan doen, om jouw team of the season mag jij 2 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen spelers neerzetten. Maar het is niet zo dat je even lekker mag bepalen van oh, ik wil hem graag die en die speler voor de goede chemistry. Nee, we gaan het op een aparte manier doen. We gaan gelijk beginnen. Kunnen jullie meteen zien hoe het werkt? Ik zeg een gouden centrale verdediger. En dan roept Matthijs pagina 3, speler 4. Dan is het dus pagina 1, 2, 3, speler 1, 2, 3, 4. Team of the season, Otamendi. Dan ben ik dus, ja, dat is serieus, staan er 3, staan er 5 op deze pagina. Dus de kans was nogal groot dat ik die kreeg. Maar dan is dat dus voor mij ontzettend chill. En die mag ik nou in mijn team zetten. Maar ik kan jullie zeggen, je hebt niet altijd zo geluk als ik nu heb. Maar dat is op zich wel goeie. En nou is Matthijs in de burg, maar ik ben nog helemaal in mijn dingetje van. Ja, ik ga voor een bronzen keeper. Een bronzen keeper, daar hou ik van om te horen. Ik zeg tegen jou, pagina 2, speler 1. Ah, we krijgen Young San. Dit is echt heel erg kansloos. Die man kan echt. Kies jij in godsnaam een bronzen keeper? Ja, dunno. Lekker. Oké, ik ga niet dezelfde fout maken als jij. Ik ga gewoon voor een gouden doelman. Pagina 1, speler 1. Oh! Die bout. Ah, nee. Dat is legit een van de beste keepers wel in het spel. En weet je, nou ben ik gewoon van de keepersproblemen af. Ik hoef heel deze serie niks meer te doen aan mijn keeper. Ik heb Courtois en het is allemaal goed. Doe voor mij maar een bronzen rechtsback. Pagina 20, speler 58. Nee, dat is echt zo flauw. Haha, leuk. Blij. Pagina 3, speler 3. 1, 2, 3. Oh, dit is echt heel erg. Baumgartner. Koekoek. Maar ja, het is brons. Dan kun je ook niet veel verwachten. Nee, dat klopt. Volgens mij doet iedereen een bronzen rechts- en linksback. Maar dat gaan we nog zien. Maar zeg maar. Pagina 2, speler 4. Er staat hier een team of the season, hè? Oh, jammer. 1, 2, 3, 4. Als ik die team of the season tabot. Wow, je bent fucking goed. Doe maar een gouden centerback. Dit gaat erom spannen, hoor. Pagina 5, speler 3. 5. 1, 2, 3. Ah, en Kulu. Lekker, hoor. 27 space, 90 defending. Ah, maar we hebben allemaal wel geluk met onze gouden centrale verdediger. Oh, ja, dat klopt. 1, 2, 3, 4, 5. Wauw, verschuren. Sick. Oh, we krijgen Nestor. Die is Frans en die speelt volgens mij in de league. Nee, League de. Dat is heel kut. Anders had ik meteen een link gehad. Dus ik meteen link meteen goed doen. Gelukkig. Een zilveren centrum. Pagina 4, speler 2. 1, 2. Nee. Hij heet Stol en hij heeft 46 pace. Oh, dit is echt heel erg. Dit is echt kansloos. Ik heb een 51 cent linksback met 55 pace, 51 defending en 53 physical. Dat is niet veel. Oh, ik zie hier allemaal met 90 pace. 5, 6. Uit. Hij heet Boyd en hij heeft gewoon 84 pace. Prima. Best lekker. Bronzen centraal verdedigend mid. Pagina 2 speler. Oh, die gast is ook zo kak. Maar ik heb wel een link mee met mijn linksback. Dus dat scheelt wel. Oké, bronzen centerman. Saban. Hij speelt kennelijk bij FC Groningen. We hebben nooit van die gast gehoord. Dat is echt kansloos. Saez, 40 pace. Oh. Pagina 2 speler 4. Team of the season. Een of andere achter. Hij heeft 80 snelheid, 70 schot, 80 pasen, 75 dribbelen en 74 fysiek. Deze man is legit goed, maar hij kost ook best wel wat geld. Even kijken. Ik ga voor gouden spits. Gouden spits. Nu wordt het spannend, hè. Pagina 4, speler 1. Klopt. Ah, bakka. Oh, heb ik echt legit geluk. Daarna stond Ba. Hij heeft twee staan skills. Uchan. Ik heb Mounir, die van Barcelona. King. Kent hem wel, denk ik. Of zo'n Argentijn, Gomez. Oké, het gaat nu als volgt in werk. We gaan een potje tegen elkaar spelen. Dat is logisch. Stel, je wint met 5-2. Dan heeft de winnaar dus 5 keer gescoord. Die krijgt voor elk doelpunt 10k. Dus mag dan voor 50k zelf een speler kiezen. Win je met 2-1, mag je voor 20k. Win je met 10-0, mag je voor 100k. Easy. En allebei, zowel de winnaar als verliezer,
mag een random upgrade op een manier zoals wij net hebben gekozen. Dus met die pagina's, dat is dus kut, want dan kun je niet zelf bepalen. Dus kun je geen rekening houden met chemistry. Maar de winnaar mag dus wel eentje gewoon zelf kiezen. Dus dan kun je rekening houden met chemistry. Dus dat is veel chiller voor je team. Dus winnen is echt fucking chill, want dan heb je twee upgrades en eentje naar eigen keuze. Ik heb bakken op 8 chemistry, Catman. We hebben dat bakken er nu gewoon 100 tegen het naaien. Ik heb gewoon 40 in totaal. Ik heb 41. Lekker hoor. Oh. Ik heb best wel pace. Ik heb Herman en King. Die kunnen en die linksbuiten toekomst. Oh, en mijn groene is al uitgespeeld. Ja, koekoek. Dit is echt erg. Koekoek. 1 minuut. Dit is echt kansloos. Ragequit is 50k extra, hoor ik. Ja, oké. Okay. Oh, Herman. Echt, jongens, daarom heb ik Herman gekozen. Ik denk de beste team of the season als je maar 500k mag besteden. En in onze tijd in ieder geval was Aubameyang nog geen 500k. Wie weet als dit wordt geüpload wel, dat kan natuurlijk. Dit vind ik echt niet leuk hoor, ik heb volgens mij echt heel hard af dit potje. Ik hou die helemaal gewoon met 2 chemistry in de spits, boeit me niks. Don't give a damn. Ja, daar komt Bakka. Lego. Ja, dit was Otamendi. Tuurlijk was dat. Ja, Matic, jij gaat het niet voorzetten. Nou, kom, met Kool, daar zou ik ook het al van hebben. En Kulu! Oh, wat is dit? Lekker paas. Clancy! Nee, Clancy is echt te traag. Het is echt te erg. Je kan er gewoon helemaal niks mee. Oh. Komt hij aan. Matic, waarom niet op Otamendi? Oh, verschuren. Verschuren. Oh. Hoi. Juan San. Jung San. Wat heb je voor keeper? Ja, een Koreaan. Komt hij aan, King. Oh, kindje. Kom aan, boy. Ja, Herman! Nee, hij stopt hem niet. Herman! Nee, dit wordt kansloos. Ik kan dadelijk gewoon Royce op links voor. Rennen, Herman. Ja, Clancy. Run, Herman. Ik kan alleen nog beter gewoon een rode kaart kunnen hebben bij de op links weg. Want dat is gewoon echt kansloos. Ja, kom, Moenier. Moenier-tweets. Ja, Moenier-tweets. Wow. Moenier deze erin tweet, ik zal het nooit weten, maar hij zit er wel lekker in. Kutkeeper. Ik zat net ook te vertellen, ik heb gelukkig een goede keeper, dan krijg je niet dit door de beentjes. Ja, lekker, Moenier. Ragequit. Ja, Ragequit. Bakka! Ah, kut. Bakka, wat is slecht. Ja, dit is nog onside! Nee, schiet hem dan! Oh, schiet hem dan! Courtois! Oh, je hebt zoveel geluk in die schoot! Oh, ze was daar gewoon 100% goal geweest. Ja, oh, is dit voor een bal? What the fuck? Dat was geen goede bal, nee. Door. Klasse. Bruh. Oh, wat doe je? What the fucking debiel! Hij staat gewoon lopen! Ah, Herman, waarom stop je met rennen? Jij moet nooit stoppen met rennen, want dat is het enige wat je kan. Dus als je dan maar stopt, kun je niks meer. Ja, Bakka! Oh, vuile smeel! Hoezo is dit geen vrije trap? Prachtig tackeltje, zeg. Perfect op de bal. Oh nee, ik kan je net niet genoeg in de kant duwen. Tweetbal! Oh, ik blok hem nog, ik kon nog 10 Hij minuten. Hij stond zo fucking draai. Nee, kom weg! Oh! King, maatje! Oh, keepertje! Ren terug, kutkinderen! Clancy, het is Clancy! Het is allemaal op de pace. Oh, het is zo stil nu ook. Ja, die is gewoon even te snijden nog die laatste paar minuten. Oh, Bakka, wat ben je slecht. Yes, stolletje. Overschuren, alsjeblieft. Oh, jongens. Waarom hebben jullie allemaal echt gewoon een ziekte? Kom aan, maak het nog even 10k meer. Even nog 10k meer. Yes! Jezus. Je wist! Nog wat geen zieke upgrade voor jou. Ja. Kingetje. Jezus, wat is dit voor een kutschot, man. Kom, laatste aanval. Laatste aanval bij Moenier. Yes! Kut. Come on! Oh, nou, dat betekent nu dat we allebei een random upgrade mogen doen. En ik mag een speler kopen naar keuze. Royce is voor 10k! Ik mag Royce! Ja, ik mag dus voor 20k wat upgraden. Yo, Marco Ros, Royce, kom maar. Nu mag jij. Ja, ik ga voor gouden center mid. Pagina 2, speler 3. Pagina 2, speler 3. Oké, pagina 2. 1, 2, 3. Oh, dat is zo kut. Het is tegen Tussa Gonalo. Het was Ilara Mendy, daar krijg ik weer chemistry mee. Ja, dat wel. Ik ga naar een
gouden. Ja, Cam. Pagina 3, speler 2. Ah, Tyson. Ja, het is echt kut, want hij zal voor mij tussen Gonalon en Fabregas bij de Team of the Season in. Dus dat is zo lelijk geweest. Dat is fucked up. Ik heb Ilara Mandy op 7 chemistry. Ja, dan willen wij jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken. De volgende aflevering is te zien op het kanaal van Koen. Sowieso staan alle deelnemers in de beschrijving. We hebben ze al opgenoemd. Ik denk dat jullie ze allemaal wel kennen. Maar bij Koen zien jullie de volgende wedstrijd. En die speelt tegen, even spieken, Milo. Dus ja, dat gaan jullie zien. Zij gaan hetzelfde doen als wij. Ik ben heel benieuwd. Binnenkort zijn wij ook weer terug. En ja, later mensen. Ja, later mensen. Dit is trouwens nog de stand. Hoe het er nu voor staat, het is niet heel verrassend. Want dit was pas de eerste wedstrijd. Zoals gezegd, volgende wedstrijd is te zien op het kanaal van Koen. Zijn link zou in de beschrijving staan. Die komt woensdag. En later mensen.